Ja, Danny, ik zie het al aan de Big Smile. Een lekkere wedstrijd, denk ik. Als je scoort en wint, is het altijd lekker. Maar het ging het eerste uur nog lastig, denk ik. Nou, eerste helft. Tweede helft niet. Ik denk dat de tweede helft dat wij wel beter waren. Ondanks dat Groningen op de paal komt. Maar daarvoor had ik al een 100% kans gehad. Maar ik denk dat de tweede helft dat wij wel terecht gewonnen hebben. En dan scoor je twee keer. Hoe ging de eerste? De eerste was voorzet van links. Hè, en ik kon niet meer bij de eerste paal komen. Dus ik deed alsof ik bij de eerste paal ging. En Grankje strapte erin en die bal viel precies over hem heen. En kopte naar de grond en die viel er lekker in. Die zat er wel lekker in. Toen dacht je bij die tweede, laat ik die nog maar wat mooier maken. Ja, die tweede was helemaal top. Maar dat is eigenlijk nog iets makkelijker, omdat je dan geen tijd hebt om na te denken. Bij die eerste bal zie je hem komen en dan weet je, hey, ik ga vrij staan, ik sta vrij op de keeper. En dit moet erin. En die tweede, dat is gewoon alles of niets. En dan weet je van, de passen uitkomen en dan moet hij goed op je vreef vallen. En ja, hij viel perfect, ik raakte hem goed, goede snelheid, precies in de hoek. Dus ja, dat is een topdoelpunt. Twee typische Koevermans goals, zullen we maar zeggen. Ja, echt. Ja. Ja, als we elke doelpunt voor mij een typische Koevermans goal noemen, vind ik het prima. Vorige week werd je een paar keer Prins Jitter genoemd, dat vond je niet leuk. Nu gewoon weer spits. Ja, maar dat zei ik vorige week al. Vorige week was ik wisselspeler van PSV en vandaag was ik basisspeler van PSV. Ja, en dat daar iedereen dan weer een hype van moet maken en dat die me weer moet afmaken en die me weer met de grond gelijk moet maken. Ja, het hoort nou bij mijn leventje als profvoetballer. En laat de analytici maar lekker praten en doen. En voor vandaag heb ik mijn team in dienst bewezen om twee te maken en daar sta ik voor. En dat moet ik doen. Ze zullen wel weer op naslaan morgen of vanavond dat ik er weer niks van kan. Maar goed, het zal wel. Ik heb een prima wedstrijd gespeeld. Die discussie die mogen ze aan jou gewoon in zich heel voorbij laten gaan. Ja, dat mogen ze voor mij zeker doen. Maar ja, ik ben al vanaf het moment dat ik bij AZ weg ben, is het al. Ben ik voor mijn persen om 20 jaar langs. Dus het zal wel. Net dat de mensen wel blijven kijken en blijven horen. En, het zal allemaal wel. De mensen willen het waarschijnlijk horen. En, het is niet anders. En, ik probeer gewoon elke week op het veld mijn best te doen en goals te maken. Het eerste blokje wedstrijden zit erop. Ja, met wat voor gevoel sta je hier? Hoe hebben jullie het gedaan, het eerste stuk? Ja, uitstekend. We hebben 9 wedstrijden gehad. We hebben 8 gewonnen en 1 gelijk. En we hebben de gelijk gespeeld tegen degene waarvan je als buitenstaander van tevoren had verwacht dat we die zouden winnen. En die hebben gelijk gespeeld in de VVV. Dat is eigenlijk het enige smetje. We hadden tegen Twente ook gelijk gespeeld, maar dat kon. Maar dat is het enige smetje wat we hebben opgelopen eigenlijk. De 3-3 tegen VVV na een 2-0 voorsprong. Ja, na de twee eerste wedstrijden krijg je een kleine discussie. Nu sta je er zo voor. Is zo voetbal? Dat is precies zoals voetbal is. De waan van de dag. Die wedstrijd tegen Ajax was het. Was het een incident tegen VVV en is het top. En als je die had verloren, dan was het crisis en dit. Dus. En nu winnen we daar 3 achter elkaar en nou is het goed. En nu gaan we met een uitstekend gevoel rustperiode in de interlandperiode. En hopelijk dat we die lijn door kunnen trekken over 2 weken tegen Roda. En nu kan de heer Koevermans nog van een fijne zondag genieten, denk ik. Dat ga ik zeker doen. Is nog een goed eind terugrijden, maar goed, dit is vandaag niet erg.